klimaat is al veranderd. Mensen in ontwikkelingslanden zijn daar de dupe van. In Poznan wordt nu onderhandeld over een nieuw klimaatverdrag. Als ambassadeur voor Fair Climate zet ik me in voor een rechtvaardig klimaat. Ook voor mensen in ontwikkelingslanden. Met het dagelijks klimaatjournaal willen we laten zien hoe belangrijk dit is. We praten nu al heel de week Engels en ik begin er toch echt een beetje moe van te worden. Ik vraag me ook af waar die Nederlanders zich schuil houden. Oh kijk, het Europese paviljoen. Welkom, de Netherlands. Volgens mij moeten we die kant op. Die kant, ja. Bent u eigenlijk op vakantie? Want u bent toch geen Tweede Kamerlid meer? Nee, helaas niet. Vakantie ben ik hier ook niet. Nou, volgens mij ga je hier naartoe niet dat je vakantie wil hebben, hoor. Onderhandelen. En vooral kijken, luisteren, sfeer proeven. En mensen spreken die ik normaal gesproken in Den Haag niet zo snel zou tegenkomen. Dat betekent zorgen dat we met al die 190 landen weer verder komen in het maken van afspraken over de aanpak van het klimaatvraagstuk. Ik ben nu klimaatactivist in de maatschappij, zal ik maar willen zeggen. Ja. En vandaaruit ben ik hier. En dit is volgens mij voor mij de zesde keer. Ja, er gebeuren eigenlijk een paar dingen tegelijkertijd. Maar het belangrijkste wat er gebeurt is dat hier eigenlijk de wereld bij elkaar is. En kijk, in Nederland hebben we natuurlijk gewoon een parlement wat besluit. De wereld heeft dat eigenlijk niet echt. De Verenigde Naties moet dat doen, maar eigenlijk gewoon door met alle landen bij elkaar te komen. En hier zijn dus alle landen samen om te proberen afspraken te maken. Met name de westerse landen, de geïndustrialiseerde landen, flink in hun CO2-uitstoot terug moeten. En het tweede is dat er al heel veel schade is veroorzaakt, met name in ontwikkelingslanden. Droogtes, overstromingen. Om dat probleem weer aan te pakken en op te lossen, moeten we geld met elkaar mobiliseren. En wie gaat wat betalen? Wanneer bent u tevreden? Ik ben tevreden als Europa ook tijdens deze conferentie werkelijk leiderschap toont. Wat vindt u eigenlijk van het optreden van Nederland tot nu toe? Ja, nou, Nederland zit natuurlijk een beetje achter de brede schouders van de Europese Unie. Hè? Want de Europese Unie treedt op namens alle 27 landen van de Europese Unie hier op zo'n conferentie. Ik vind Nederland heel tam en heel mak. Mijn ambtenaren doen echt heel erg hun best. Daar kan je zeker van zijn. Maar je moet je voorstellen, er zijn zoveel tegenstrijdige belangen in de wereld. Daar moet je dus proberen een weg in te vinden. Wat zou u haar als tip meegeven voor deze laatste twee dagen? Rug recht houden, ja. Beide benen op de grond en een warm hart en wel een koel hoofd om in deze onderhandelingen overeind te blijven. Nou ja, je zou willen, maar ik weet niet of minister Kramer daarvoor sterk genoeg is, maar je zou willen dat ze het lont in het kruidvat stopte. Nou, dat doe ik regelmatig als ik op dit soort conferenties ben, want ik spreek me ook in de zaal waar dan de plenaire bijeenkomst is altijd heel duidelijk uit over wat er moet gebeuren en waar Nederland voor staat. Als u nou morgen voor de zaal staat, wat zou u dan de wereld mee willen delen als het over klimaatverandering gaat? De kredietcrisis is geen excuus om het klimaatprobleem in de ijskast te doen. Het klimaatvraagstuk is het vraagstuk waar we nu aan moeten werken om voor generaties na ons nog een leefbare aarde over te houden. We zijn nu al 5 dagen op de VN-klimaattop en nog steeds hebben we de grote baas van de VN, Ban Ki-moon, nog niet gevonden. Volg ons op onze zoektocht. Hi, can I ask you something? Sorry. Are you Ban Ki-moon? Yeah. No, I'm sorry. I'm not Ban Ki-moon. Oh, I'm sorry. Oké. Okay. Ban Ki-moon? Ah, no. No. Thank you. We have a meeting. No. I'm not the Ban Ki-moon. Okay, and what would you do if you were world leader? If I world leader? I don't think about that. To make the world more peaceful? To show the leadership by action. We hebben hem helaas niet kunnen vinden, dus leggen we de vraag maar bij jou neer. Wat zou jij doen als je wereldleider was? Oké. Wat zijn nou de overeenkomsten tussen Nederland, Tuvalu en Fiji? Misschien niet veel op het eerste gezicht, maar zijn alle drie landen die bedreigd worden door de stijging van de zeespiegel. Nederland kan zich hier wel tegen beschermen. Fiji en Tuvalu niet. Tuvalu is in de South Pacific, Central Pacific. It is not far from Fiji. It's paradise. It's beautiful. For us at least. Because that's our inheritance and that's where we live. We have faced a lot of negative impacts of climate change in our small island country. You see, in Tuvalu we have only 2 seasons. We have the rainy season
and the sunny season, or the fine season. And that is 6 months each. Now when we are expecting a fine season, we experience storms and hurricanes in that season, which is not as such in the past. Now, when it is high tide, it is not only the sea that is, you know, we see the level rising, but we are also having sea coming out of the land, in the small, in the land, inland. What would be the consequences for Tuvalu if we don't come with a strong treaty in Copenhagen in a year? Well, you see, I always look at this as a matter of, for us, it is genocide. The world is putting us into a situation where we have no choice. So it's a matter of life and death for us. If Copenhagen does not come up with a strong solution to this, that really reflects the world's attitude towards our very survival. Ik ben echt enorm bezorgd over deze manier en hoe dat gaat als het ons niet lukt om klimaatverandering tegen te gaan. Maar gelukkig heb ik iets mee voor hem die hem misschien zou redden nog. Een momentje. I got so worried about your situation. I'm really concerned, but I'm very happy I have something for you that might help you. If something goes wrong, you can survive. Ironically, I think this is what the international community should provide. But not literally, you know, but something for our survival. Is this what the developed countries are saying about us, that we need floaters, that we need to be floating around? This is a mockery of my island. We are a paradise, but there's kind of trouble in paradise right now. Lots of delegates from many countries, but how many do you really see from small island countries, from little tiny developing nations? Very few, I would reckon. Every day we wake up and we see more and more coastal erosion. Our roads are sort of disappearing because the water is cutting at the roads, and we get more cyclones and stronger cyclones, like things like we haven't seen before. Which means if we don't address the situation of climate change like soon, like now, then our country, our people are going to suffer. Whenever some good things happen, rich countries want to show that they're the leaders. And now what? With climate change, they're not the leaders anymore. They're big time failing the small island nations. We're getting sidelines. Nobody's hearing anymore about our impacts, or some people are even questioning us on climate change. They should come live in Fiji, you know. Come and see the impact of climate change. Come and live in Tuvalu for 1 week. I challenge anybody.